wat is het? Vind je het niet lekker? Nou, als ik nu al eens zou weten waar het was. Maar daarbij, ik mag nu toch niet te veel eten, zo vlak voor de training. Ja. Hoe zit je nu al weg, zo vroeg? Ah ja, hoe vroeger we beginnen, hoe vroeger we gedaan hebben. Hè? Ja, om dan daarna langer te kunnen blijven plakken in het café. Hela, dat is niet blijven plakken, hè. Dat is nabespreken. Na bedrinken, ja. Zeg, hela, Doortje, kom, niet overdrijven, hè. Ik ben Xavier niet. Maar, hoe dikwijls ben ik al zat naar huis gekomen? Ja, na die ene keer heb je dat wel rap afgeleerd, dat is waar. Nee. Allee, dan ben ik vanavond weer al eens alleen thuis, hè. En dat is nu al heel de week zo. Allee dan. Wat gaan wij dan doen als ik vroeger naar huis kom? Ik zou een fles wijn gaan halen en een filmpje huren. Zoiets romantisch. Oh, ja. Dan kan ik heel de avond gezellig in uw armen liggen blijten. Wauw. Gezellig. Wow. Wat voor film zou jij dan huren? Misschien een klassieker, hè? Ja, met Pamela Anderson of Sharon Stone. Zijn dat uw klassiekers? Ja. Dat zijn films die niet veel om het lijf hebben, hè, Paul? Ja, juist daarom, hè. He? Tot straks. Ja? Hela. Dag, schone jongen. Hi, Fernand. Je hebt precies ogen op haar rug. Ah, Gerard. Maar dat is lang geleden. Allee, dan heb ik het rol eens eindelijk de weg gevonden aan een echte antiquair, hè? Dat zou ook hier niet zijn, hè, Fernand. Hoe is het met mijn favoriete vodden, Marchand? Och, Gerard, miserie, jongen, miserie, miserie. Ik heb nog wat oude koekendozen en postuurkes waar ik vanaf moet. Ik heb een huis leeggemokt van een sterfgeval. Maar is dat alles dat zo een beetje de moeite waard is? Nee, maar de beste spullen heb ik zelf al verkocht. Ah, wel, merci, zeg. Pakt uw rommel dan maar mee terug, hè. Hallo, jong. Als er iemand is die gelijk welke rommel aan de mensen kan verlappen, dan zit jij toch? Ja, dat is waar. Allee, wat moet dat daarvoor hebben? Omdat jij het zet, €75 is goed. Wat zie je? €75? Man, je bent goed zot, hè. Zie, €30, geen cent meer, hè. Ik scheur er mijn broek aan, hè. Oh, het is goed, €30. Ah. Voilà, hier. €100, hè. Dat is net stom, ik kan niet teruggeven. Oh. Weet je wat? In de hof van dat huis stond nog een pony. Die krijg je erbij als wisselgeld. Een pony? Wat kan ik daar nu mee doen, zeg? Leon, €70 voor zo'n beest, dat is voor niet. Zo'n pony, daar krijg je €100 voor. Honderden. Het is goed. Omdat ik een dierenvriend ben. Gerard, waar staat die pony? Oh, die stond nog in je hof. Ik durf hem niet goed meebrengen. Bang dat hem een hartattack zou krijgen. Biertje is nogal oud. Ja, maar dan raak ik dat toch nooit kwijt? Oh, je bent toch een antiquair? Gerard, ik moet mijn centen terug. Sorry, Fernand. Daarvoor heb ik veel te veel respect voor haar. Oh. Ja, je bent toch altijd van het principe... verkochte goederen worden nooit terugbetaald? Ja, maar... Man. Goh. Ah, meneer Boma. Zeg, maak jij ook worsten van paardenvlees? Maar nee, natuurlijk niet. Wat ben jij daar nu van? In uw worsten, daar zit toch geen vlees in? Voilà, het is af. Met Pascal. Goed, Paulientje. Oh, Maurice, dat is schoon. Dat is heel schoon. Amai, Paulientje gaat daar heel blij mee zijn. Dank je, Maurice. Schoon, hè, Fernand? Wow, ik verkoop veel schoner poppen. Ja, sorry dat ik zo laat ben, maar Paul wist niet van stoppen. Ja, helaas, jij ook niet, hè. Je hebt geen enkele bal gestopt. Xavier, zolang je niet beter speelt, helaas, is het elke avond training, hè. Ja, mij hoort je niet klagen. Ja. Nee, sorry, maar jij eet graag paardenbiefstuk, hè. Is dat... Mark, kijk eens. Maurice heeft al voor Paulientje gemaakt. Schoon, hè? Amai, zo schoon. Maurice. Oh, ik wou dat ik dat ook kon, hè. Zo speelgoed maken voor Paulien. Maar ik heb daar geen talent voor. Ah, jawel, Mark. Dat is niet zo moeilijk. Je moet het gewoon proberen. Proberen? Op de spoed hebben ze mij gezegd. Meneer Vertongen, je kunt beter stoppen met proberen. Oh. Hoi, daar is stormopkomst. Paul de Tremmery, waar blijft je?
Doortje van Hoek, wij hebben juist gedaan met trainen. Aan het nabespreken, ja. Nee, daar moet ik nog aan beginnen. Allee, je had toch beloofd dat je direct naar huis zou komen? Kom aan. Oh, ja, dat ga ik ook doen, hè, van zodra ik hier klaar ben. Nee, je komt nu mee. Kom. Ik ben met jou niet getrouwd. Ja, maar ik kom naar huis van zodra de nabespreking gedaan is, hè. En dat is hier nu toch gezellig. Je kunt hier toch een beetje wachten. Nee, ik ben dat beu om altijd op u te wachten. Ik ga naar huis. Ik ga slapen. En alleen. Amai, Paul, Doortje meent het precies. Mo. Jij kunt van de nacht op uw kind kloppen bij de dag. Zo werk is dat niet. Maar tegen dat ik thuis ben, is al afgekoeld. Pascal, ik ken Doortje toch, zeg. Ja. Goed geslapen? Ik heb niet geslapen. Ik voel mijn rug niet meer. Ja. En ik dan? Oh, als jij eten wilt, dan zult je daar zelf moeten voor zorgen. Ik staak. Doortje, je overdrijft. Oh, als er hier één is die overdrijft, dan zijt jij het wel, hè? Zolang dat jij in het café blijft plakken, zorg je zelf voor je eten en slaapt je in de zetel. Oeh, geen eten meer en geen... En ook geen... Nee. En... Ook niet zeker. Dat is zeker. Ja, geen eten tot daar aan toe, maar geen... Zeg, maar Doortje. Als jij nu eens alleen niet meer kookt voor mij... Mag je dan niet halftijds op café? Oh, zeg, hé, dat was maar een voorstel, hè. Maar dat is lekker. Man, Mark, zeg. Wat? Pauline heeft veel verdriet, zeg. Ah, maar die heeft gewoon honger, meneer Fedda. Maar Bieke gaat dat direct pap geven. Zeg, je ziet dat jij toch niet veel pap hebt gegeten van kleine kindjes, hè, Mark? Wat? Ja, en jij wel zeker. Ja, natuurlijk. Ik moet toch 7 kindjes grootbrengen? 7 zieke kindjes er nog wel, hè, Mark? Oei, ja. Weet je wat er scheelt met Paulientje? Nee. Die is ongelukkig. Nee, echt? En er is maar één ding dat haar gelukkig kan maken. Dat is de pony. De pony? Ja, de pony. Dat heeft ze al. Oh. 3 zelfs. Een roze. Nee. Maar... Een paarse met een lange staart. Nee. Een groene. Maar een echte pony kieken. Een echte? Maar ja, natuurlijk. Ik heb dat toch al 7 keer meegemaakt, hè? En telkens dat een van mijn dochtertjes ongelukkig was, dan gaf ik die een pony. En die waren direct gelukkig. Allee. Wat? Nee, maar vind ik dat zo'n pony? Zee, Mark, je weet, ik ben een goede vriend van u, hè? Ja. En dat gaat nu eens echt niet gemakkelijk zijn, maar ik ga nu eens mijn uiterste best doen om voor Paulientje een pony te vinden, hè? Echt waar? Dank u, meneer Fernand. Als Bieke dat gaat horen... Nee, niks. Je moet niks tegen Bieke zeggen. Oei, waarom niet? Wel, omdat Bieke... Die gaat dat direct verklappen tegen Paulientje. Je weet toch hoe dat vrouwen zijn? Ja. Maar zo'n belangrijke beslissingen neemt je met 2, zegt Bieke altijd. Bieke. Altijd maar Bieke. Kom nu toch eens voor jezelf op. Je moet toch altijd niet doen wat dat Bieke zegt? Jawel. Maar ik durf nu toch eens iets doen dat je zelf goed vindt. Niet wat Bieke zegt of gaat zeggen. Verstaat je? Ja, ik versta het. Dus jij wilt dat Paulientje een pony krijgt, hè? Ja, natuurlijk wilt jij dat, omdat jij een goede vader bent. Ja? En dus een goede vader die wil dat zijn kinderen... Gelukkig zijn, ja. Voilà. Jawel. Het is goed, meneer Fernand. Laat die pony maar komen. Ja, ik wil dat Paulientje gelukkig is. Dat is heel goed, Mark. Ja. Doe dan nu zo geen deugd zo over uw eigen zelf een beslissing nemen. Hè? Ja, dat doet heel veel deugd. Hè? Als jij het zegt, meneer Fernand. Mark, ja. Ik ben trots op u.
geen eten meer. Maar... Ja, geen... En ik mag ook niet meer op café. Het is nu wel leuk. Je weet toch ook dat de meeste van mijn tactische ideeën na de match of na de training geboren worden? Hè? Ah, ja. Die overdrijven, hè, Popol. Zoveel tactische ideeën heb jij de laatste jaren toch nog niet gehad. Hè? Voorzitter, begint jij nu ook niet, hè? Ja, wel, maar niet op café meer mogen, dat zou ik niet overleven. Nee. Maar en als het alleen het eten was? Hè? Jammer. Ja, een paar weken zonder zeewier, dat zie ik nog wel zitten. Maar, Zonder dessert, dat zie je niet zitten. Ja, wel, dat zou ik dan weer niet erg vinden. Ja, wel, ik zal ook ik met uw madame een keer klappen. Ten slotte ben ik Doortje naar een baas. Hè? Ja, hier misschien wel, maar bij mij thuis niet. En als jij u nu ook nog met mijn privéleven gaat beginnen moeien, zoekt u dan maar een andere secretaresse, hè? Ja, maar Doortje, bedoelt jij nu echt dat Paul geen enkel pintje meer mag drinken? Geen pintje, geen koffie, geen water. Ik wil Paul thuis. Oh, nee, zeg. Thuis is dat toch niet gezellig? Wat lief. Ja, maar nee, de voorzitter bedoelt dat dan met een pintje toch plezanter is. Hè? Ja, en wel. Thuis mag Paul dan zoveel pintjes drinken als hij maar wil. Oké? Okay? Ga nu maar naar buiten, want ik wil hier werken, hè. En jij, Paul, je weet het, hè. Als je op café gaat, dan... Ja, ik weet het. Dan geen... Geen dessert. Pardon? Oh, pardon. Okay. Zo. Hop. Mark, zeg, het is vandaag uw geluksdag, hè? Ah ja? Dat was me nog niet opgevallen. Ah, ja. Maar nu dat je het zegt, ik begin het al een beetje te voelen, meneer Fernand. Dank u. Ela, wilde jij niet weten waarom het uw geluksdag is? Oh, nee. Ik ben al blij dat ik het weet. Mark, ja? Kloefkapper, hou nu toch eens op en luister. Ik heb na heel veel moeite voor u een pony gevonden. Echt? Ja. Maar dat is fantastisch, meneer Fernand. En waar is hem? Ja, ze zullen hem straks brengen, hè, maar je moet eerst betalen natuurlijk. Hè. Maar ja, natuurlijk. En, hoeveel is het? Wel, ik heb voor u een prijsje wat nog, hè. Ja? Zeg, 300 euro, dat is nu toch niks, hè. Amai, niks. Niks is duur tegenwoordig. Amai. Maar zoveel geld heb ik hier wel niet, meneer Fernand. Ja, zeg, Mark, maar dat is wel een probleem, hè, zeg. Oei. En wanneer gaat je dan kunnen betalen? Morgen. Ja, ik moet eerst nog naar de bank. Je had wel niet gezegd dat dat zo vlug ging gaan. Ja, ik hoor het al. Ik probeer hem goed te doen en dan is er nog eens mijn schuld dat ik mijn centen niet krijg. Maar, Fernand, zo bedoel ik dat niet, hè. Ik ga zo vlug mogelijk dat geld afhalen. Oh, want je verstaat. Nu komt daar kosten niet woon bij, dat is 50 euro, hè, Mark? Ja. En dan nog eens wat verwijlinteresten. Dat is nog eens 50 euro, hè. Oh, ja, natuurlijk. Ah, dat is 400 euro, hè. Amai. Je precies niet blij na al die moeite die ik voor u heb gedaan. Wow, jawel. Ik ben heel blij, meneer Fernand. Want het is vandaag mijn geluksdag, hè. Oei. Hé, wauw. Man. Paulientje ligt in haar wieg. Ze slaapt als een roosje. Dank u, Maurice. Oh, jij bent toch echt een fantastische opa. Jij bent ook een heel goede mami. Hier, dat heb ik nog voor haar gemaakt. Dat is hier precies een beschutte wegplaats. Jeez, dat is prachtig. Dank u. Madame Maurice, ja? Mijn rekening. Paul, ben klaar, hè? Mark. Ja? Kijk eens wat Maurice nu weer voor Paulientje gemaakt heeft. Schoon, hè? Ja, Bieke. Heel schoon. Paulientje zal heel blij zijn met haar klein paardje. Ah, dat is een paardje. Ik hoop dat uw plan gaat lukken, Xavier. Ik ben er zeker van. Zeg, mannen, drink jij geen pintje? Ah, wat? Voor mij niet, Pascal.
Ik moet naar huis, hè. Oh, zeg maar, dat begrijp ik nu toch niet van Doortje. Nu vind ik toch dat ze serieus overdrijft. Ja. Het zal niet lang niet meer duren. Ja, salut, hè. Xavier! Ah. Nee, zie je leden, alle. Af de waal, klapke daar. Hé, Mark. Ja? Wat gebeurt er? Ik weet het niet, Bieke. Maar ik denk wel dat het plezant gaat worden. Doortje, ik ben er, hè. Recht na de training naar huis. Oh, amai. Oh, ah. Zeg, dat is tof. Goed, hè? Oh. Dat vind ik nu zo tof, ja. Dat jij... Ah, dag, Doortje. Oh. Ah. Wat? Ah, Doortje. Alhoewel, ik heb gelijk. Thuis is het veel gezelliger dan op café bij gedekt. Zeg, amai. Hé, hey, Doortje. Amai. Tof kleedje. Wat is dat hier allemaal? Ja, de mannen komen nog iets drinken. Dan kunnen wij hier wat nabespreken, hè? Ja, want in het café mag dat niet meer. Zeg, ben jij nu zot geworden, of wat? Maar, ja, ik doe toch wat gevraagd? Maar... Ja, ik kom toch recht naar huis? En jij hebt nooit gezegd dat ik niemand mocht meebrengen, hè? Nee, maar dan zeg ik het nu. Allemaal buiten. Kom aan, iedereen. Iedereen gaat gewoon nu naar huis. Kom, Doortje, wij hebben dorst. Ja. Ja. Ga dan allemaal naar het café, hè? Allee, kom aan. Iedereen eruit. Ja. En haast u een beetje, kom aan. Rap. Zeg. Iedereen, allemaal. Kom aan. Allemaal? Ja, allemaal. Xavier, jij bent een genie. Ik heb het toch gezegd, hè? Ja. Voilà, iedereen, behalve jij. Sorry, Paul. Oh. Amai. Dat gaat nogal een verrassing zijn, hè, Tony. Oh, ons Paulientje die gaat zo gelukkig zijn. Ze was al zo blij toen ze dat klein paardje kreeg van Maurice. En jij bent 1000 keer zo groot. Oei, ze zijn er. Hey. Hey, Bieke. Katje. Oeh, waar is Paulien? Ah, de opa en de mami die wilden nog eens babysitten. Dat zijn toch echt lieve grootouders, hè? Dat is nu spijtig. Ik had juist een verrassing. Ja, wacht. Kom eens, goeiedag zeggen. Kom, kom maar. Harry, kom. Mark, wat is dat? Bieke, dit is Tony, de pony. Wat doet dat beest hier? Ah, Tony komt hier wonen. Wat? Dat is een cadeautje voor Paulien. Zijn jij nu helemaal zot geworden, Mark? Dat beest, dat moet hier onmiddellijk buiten. Bieke. Het heeft wel 2 uur geduurd om hem hierboven te krijgen, hè? En ons Paulientje gaat daar heel gelukkig van worden. Want elk meisje droomt van een pony. Elk meisje, ja. Maar toch geen babytje, Mark. Allee, hoe lang gaat dat duren voordat Paulientje daarop kan rijden? En waar moet dat beest staan? Waar... Ah, oei. Ja, dat ben ik vergeten te vragen aan Fernand. Fernand? Ja? Oh, ja. Ja, ik had het kunnen weten. Hè. Fernand heeft u die pony verkocht. Ja? Ja. Maar dat gaat niet waar zijn, hè. Ai. Je moet niet bang zijn, Tony. Ze blaft veel, maar ze bijt nooit. Oei, man. Oei, Bieke, toch. Wat heeft Markske nu weer gedaan? Markske? Ja. Nee, Fernand, nee. Wat heb jij weer gedaan, ja? Zo van zijn vertrouwen profiteren. Bieke, dat doet zeer, hè. Zeg, ik heb hemel en aarde bewogen om een pony te vinden zodanig dat Markske een goede vader kan zijn, hè. Een pony voor een babyke van 6 maanden. Fernand. Bon. Hoeveel heb je hem afgetroggeld? Oh, bijna niks. Met moeite. 400 euro. Wat lief? 400 euro. Oh, je ze vuilen oplichten. Hé, Labieke, dat is een koopje, hè. Op een ander kan ik het dubbel krijgen voor zo'n raspony, hè. Oh, wel, Fernand, ga dan op een ander, want ik wil mijn geld terug. Maar enfin, Bieke, zeg. Nu willen de mens zijn goed artis laten zien. Je mag blij zijn dat ik geen klacht indien. Oh, nu nog beter. Jij weet toch dat je in je loft geen dieren mocht houden, hè? Fernand, ik wil mijn geld terug, nu. Dat zal niet gaan, Bieke, want je kent mijn principe, hè? Verkochte goederen worden nooit terugbetaald. Oh.
staat is rap verdiend. Markske, je moet me beloven dat je nooit verhuist. Aha, goeiedag, madame. Fernand Koster was, om u te dienen. Het is u dat ik moet hebben. Dat zou moeilijk gaan, hè. Alles is hier te koop, behalve ik. Meneer Kostermans, ik ben Therese Verhoeven en ik heb uw adres gekregen van een collega van u, Gérard Depré. Ah, ja, ja. Hij zei mij dat ik bij u moest zijn voor een oude pony. Ah, oh. Ja, ja, kijk, het zit zo. Ik ga hier binnenkort in de buurt een paardenpension openen voor paarden op rust, zodat we die beesten kunnen redden van de slachtbank. En ik ben op zoek naar een oude pony, die onze eerste pensioengast zou zijn, maar die terzelfde tijd de mascotte zou worden van het pension. Ja, maar dat zou moeilijk gaan, hè? Want je moet weten, die pony... Die... Niet te rap nee zeggen, meneer Kostermans. Uw pony zal op heel veel persbelangstelling kunnen rekenen. En u uiteraard ook. Persbelangstelling? Mm-hmm. Dat is zoiets gelijk gratis reclame. Ja, dat klopt, dat klopt. Heel de streek zal weten wat voor een grote dierenvriend je bent. Ja, en dat ik een bloeiende antiekzaak heb. Ah ja? Ah, waar is die dan? Je staat daar middenin, hè. Ah? Oh, dan zult je zo te zien de reclame best kunnen gebruiken, hè, meneer Kostermans. En het is goed, je mocht mij een teerbeminde Tony hebben als mascotte. Oh, fantastisch. Ja. Dank u wel, meneer Kostermans. Dank u wel. Ik beleg direct een persconferentie. Ja. Ik houd u verder op de hoogte. Bedankt, hè, meneer Kostermans. Ja, tot genoegen. Blij u te leren kennen. Ja, ja. Een bloeiende antiekzaak. Dat is die dan? Dries. Ja, wat is nu weer? Het is de vijf bros voor Vijbergen. En we waren nu eens goed bezig, hè? Ja. Vertongen, het is allemaal uw schuld, hè? Met uw ezel, hè? Het is geen ezel, meneer Boma. Tony is een pony. Pas maar op, of Tony is binnenkort een salami. Allee, mannen, ik ga dan maar eens rap naar ons doortje, hè? Oeh. Ja, maar het is vandaag match geweest. Mocht jij nu ook niet blijven? Nee. Ik ben gestraft, zegt ze. Omdat ik haar gisteren zo gezegd heb proberen te misleiden. Maar zeg, potverdikke. Doortje wordt nog erger dan Carmen. Er zit nu niks anders op. Ik ga ze psychologisch aanpakken, hè. Zou je dat wel doen? Maar, Xavier, zeg, ik heb toch geen andere keuze, hè? Maar... Ja, Doortje is te ver gegaan nu. Ja. Dat zeggen ze van mij ook altijd. Daar is de schuldige, hè. Hij heeft die pony aan Mark verkocht. Kostermans, je bent bedankt. Ja, zeg, mannen, juist nu dat je aan het winnen waard, wat een miserie, hè. Ik zeg altijd, als Fernand compassie preekt, hangt de miserie in de lucht. Nee, niks miserie. Ik heb besloten om een zuster te doen, hè. Ha, dan gaat je er een geven, Fernand. Nee, Xavier, ik heb gezegd een zuster doen. Jawel. Geen folie. Ja? Bieke. Ik neem Tony terug. Wat lief? Oh, wel, dat vind ik tof van u, Fernand. Voilà. Oeh, en Paulientje dan? Allee, maar ik zeg, wat kan zo'n baby kunnen aanvangen met zo'n pony? Zeg, nee, ik neem Tony terug. Oké, Fernand, dat is dan 400 euro. 400 euro? Zoveel geld? Die pony is maar derdehands, hè, Bieke. Ja, die is niks meer waard. Ha, en tegenwoordig is niks heel duur. Dus dat klopt. Als het nu niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Zeg. Wat, daar is al. Oh, jij bent al thuis. Ah, hier is ze. Eindelijk. Wat is er met u? Niks. Alles rock and roll met de pol. Je hebt gedronken. Ik ben niet op café geweest, Doortje. Ik zweer het, hè. Ja, maar je bent wel zat. Ja.
Ik was triestig, Doortje. Ja, en ik zeg tegen mezelf, ik zeg, Paul, als... Dat ben ik, hè, Paul. Ik zeg, Paul, als je je vrienden zo mist, wel drink dan eens een glazenje, jongen. Zo. Of een flesje, ja. Het heeft geholpen, hè. Pardon. Och, allee, heb jij dat allemaal opgedronken, Paul, toch? Ja, helemaal alleen, zeg. Allee, geef die fles. Nee, niks van. Geef die fles hier. Geef me een kus. Stella. Maar een vliegje. Ik hou van u. Suske, ik hou van u. Ja, zeg. Heb je dat gezien? Kostermans, die maakt nogal reclame op mijn veld zonder iets te vragen. Of... Ja, ja. Ja, nu gaan we pas grote cinema krijgen. Doortje, wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja, dat weet ik niet. Wat heb je gedaan? Ja, Paul is zat. Ja. Die heeft whisky gedronken. Ja. Twee flessen. Twee flessen? Dat moest ervan komen, hè. Ja, dat is te begrijpen, hè. Maar allee, wat wil je daar nu mee zeggen? Ja, Doortje, dat is een klassiek geval. Als je iemand verbiedt van op café te gaan, dan moeten ze wel thuis drinken. Dat is klassiek, dat is heel klassiek. Ja, ja, Doortje, je hebt Paul natuurlijk wel hard aangepakt, hè. Zeg maar, aan de andere kant moet Paul nu ook weer niet overdrijven, hè. Jammer, ik heb dat genoeg meegemaakt in het leger. De strafste drinkers, dat waren die van uw vrouw niet buiten mochten komen. Nee, de grootste vrouwen zotten. Zijn toch ook die nooit een keer op een ander mogen gaan, hè? Ja, hier is de Paul. En hij is petrol. En hier is mijn stoeipoelsje. Zeg maar, Ella, dat is niet serieus. Ik moet thuis blijven en madame zit op café. Jammer. Hey. Kom. Allee, als nee, mee naar huis met mij. Want ik heb alles klaargezet voor een romantische avond. Ik heb een wijntje, een beleidfilm en dan... Een poppetje door! Alsjeblieft, luister nu, Nicola. Luister. Jij mocht thuis geen whisky meer drinken, maar je mocht wel hier in het café uw pintje komen drinken. Is dat oké? Oké. Wij zullen papa naar huis doen, Doortje. Ja. Voor het nog erger wordt. Ja, maar een poppetje door. Een poppetje door, hè? Kom, okay. Pascal. Paul gaat nu toch geen alcoholist worden, hè, door mij. Maar Doortje, toch niet van één keer, nee. Maar nee. Van twee keren ook niet. Ja. Dank je. Dank je. Wilt u ook een dag. Een paard dat gekrompen is in de wasbergen. Zeg maar, ik denk dat het gelukt is. Hè? Volgens mij is Doortje ermee weg. Hè? Ja, dus natuurlijk. Wat zit daar nu in? Toch geen echte whisky. Hè? Appelsap. Oh ja. Tres. Hier zo. Welkom op de officiële... De moederoverste is daar. Aha, hier is de gendarme waar dat ik niks van mag. Paul, allez, kom, we gaan naar huis. Kom. Nee, ik wil niet naar huis. Uw whisky staat wel daar, hè? Ah ja. Oh. Ah ja. Ja, dan wil ik wel naar huis. Kom. Merci, Xavier. Ik probeer maar te helpen. Zo, drieke bij gedacht. Binnenkort opent hier dus in de buurt een paardenpension dat we de naam gegeven hebben Pension Tony. Aangezien onze allereerste gast een pony is, hier aanwezig, die luistert naar de naam Tony. En de eigenaar van de pony heeft beslist om hem zijn oude dag bij ons te laten slijten. En meer nog, we mogen hem gebruiken als mascotte. Dames en heren, uw applaus voor de eigenaar, meneer Fernand Kostermans. Dames en heren,
Als uitbater van Brocantiek Fernand, als u de pijlen volgt, dan kunt u niet missen. Hè. Wij verkopen alles wat u zoekt voor jong en oud en allemaal tegen concurrentiële prijzen. Dus als antiquair heb ik respect voor de ouderdom. En daarom dat ik mijn goede oude vriend, lieve vriend Tony hier, een mooi levenseinde wil bezorgen in het pension van madame Therese. Ik ga meer zeggen. Madame Therese moet zelfs niet betalen voor Tony. U ziet het, dames en heren. Meneer Kostermans heeft het hart op de juiste plaats en een goed gevoel voor humor. Maar aangezien we zijn pony als mascotte mogen gebruiken, krijgt Tony bij ons kost en inwoon voor de helft van het gangbare bedrag. Ja, moet ik dan betalen? Maar meneer Kostermans, er is echt een komiek aan u verloren gegaan. Nee, omdat we Tony als mascotte mogen gebruiken, zal Tony zijn oude dag op een rustige manier doorbrengen. Aan rato van 100 euro per maand. 100 euro per maand? Ja. Hoe lang leeft zo'n beest nog? Zo'n pony als Tony? Daar heeft u zeker nog 10 jaar plezier van. Oh. 10 jaar, man. Man. Paul, toch. Appelsap, dat heb ik toch niet gekocht? Ja, Xavier? Nee, geen probleem. Nee, hey, we gaan er straks na de training serieus in vliegen, hè. Ja. Nee, hey, Doortje, die is veel te hard verschoten, hè. Daar ga ik geen last meer van hebben, hè. Ja, oké, tot zeven, hè. Pallekke. Ja, oké. Sorry, Doortje, maar ik moet nu direct naar de training, hè. En daarna heb ik ook nog in het café afgesproken met Xavier. Hè? Ja, maar ik heb nog eens nagedacht, hè, Paul. En eigenlijk zou ik toch liever hebben dat je na de training direct naar huis komt. Oeh. Ja, maar, jij had toch gezegd dat je liever had dat ik op café ging? Mm. Ja? Ja, maar allee, Doortje, als ik hier thuis drink, dan kan ik mij weer niet bedwingen, hè. Kom, nee, jij wilt toch niet dat ik aan een drank raak? Ja, ik heb mij bedacht. Ik denk dat jij genoeg discipline hebt om daarvan af te blijven. Nee, dat denk ik niet. Zeg, van het nieuws alleen al. Je moet tissen. Dat kan er niet aan doen, Doortje. Dat is sterker dan mezelf. Ik moet... Ja, uw appelsap ging natuurlijk veel gemakkelijker naar binnen dan mijn levertraan, hè. School, Paul. Thank you.